Matthijs Manders, Martin Jol en Wim Deetman hebben vandaag te kennen gegeven te vertrekken bij Adenhaag. Dat is wel treurig nieuws voor de club, denk ik. Ja, ik vind het oprecht jammer. Ik ben erdoor verrast. Ik heb natuurlijk veel met de heren vergaderd het afgelopen jaar. En natuurlijk heb je wel eens met elkaar discussies over onderwerpen. En je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn. Maar ik ben toch wel heel erg verrast door het nieuws wat vandaag naar buiten is gekomen. Dat ze per direct hebben besloten om te stoppen. Ja, want wat betekent hun vertrek voor Adenhaag? Nou ja, sowieso een aderlating qua kennis. Bestuurlijke ervaring van Wim Deetman spreekt voor zich, denk ik. Martin Jol heeft heel zijn leven een actieve carrière in het voetbal achter de rug. Veel inhoudelijke kennis als het om het voetbalbedrijf gaat. Dus wat dat betreft qua kennis is het een aderlating voor ADO. Is al duidelijk hoe hun posities worden ingevuld? Nee, dat is ook primair niet aan mij. Eerst maar eens even kijken wat dit concreet betekent. We zitten ook nog eens een keer midden in de budgetteringsfase. We zijn heel ver. We werken hard aan een fundament onder ADO voor het komende jaar en de jaren erna. En dat moet nu eerst gebeuren. Dus dat heeft nu mijn prioriteit, de prioriteit van de club. Dus daar gaan we nu mee door. En daarna zullen we wel zien hoe de RVC opnieuw eruit komt te zien. Het is een tijdje stil geweest rondom onze groot aandeelhouder. Kun je wat vertellen over hoe de relatie nu is? Met UVS? Dat is moeilijk om in een paar woorden kort samen te vatten. Er is natuurlijk ontzettend veel gebeurd in het verleden. We hebben rechtszaken gehad. Dat is al triest genoeg, maar daarna zijn er toch voorzichtig weer aftastende gesprekken geweest met UVS. Om ook eens van hun te horen hoe zij op dat moment tegen ADO aankijken naar alles wat er gebeurt. Dus willen ze door, kunnen ze door, hoe zien ze die toekomst dan? Ik moet zeggen dat er veel gesprekken over zijn geweest en ze al snel te kennen hebben gegeven dat ze ADO absoluut niet aan een lot overlaten. Dat ADO voor hun een meerjaren investering is, waar ze ontzettend ambitieus over zijn. Natuurlijk zijn er heel veel fouten gemaakt van hun kant, van onze kant. Ik denk dat we die ook naar elkaar hebben uitgesproken. Niet in de verwijtende sfeer, maar meer in de oplossende sfeer. Hè, van wat kunnen we daarvan van leren met elkaar. Ze zijn bereid om ADO ook het komende jaar financieel nog te ondersteunen. Ik wil er wel meteen een kanttekening bij plaatsen dat ik me als doel heb gesteld, en dat mag je denk ik ook van mij verwachten, om ADO op de kortst mogelijke termijn weer financieel onafhankelijk te maken van welke aandeelhouder of investeerder dan ook. Er is een mismatch ontstaan bij ADO tussen de inkomsten en de uitgaven, de kosten. Daar hebben we mee te dealen. Daar zoeken we nu de oplossing naar. Daar is UVS vrij constructief in. Is ook bereid te helpen. Heeft ons al in een aantal opzichten ook gewoon concreet geholpen daarin. We zijn er nog niet, maar ik moet wel zeggen dat ik de toekomst van ADO een stuk rooskleuriger zie dan een half jaar en een jaar geleden. We moeten nog hard werken en er zijn echt nog wel wat stappen die we moeten zetten. Maar ik denk dat de basis inmiddels wel, laat ik zo zeggen, die zijn we nu echt aan het leggen om het komende jaar, maar ook de jaren daarna op te kunnen voortborduren. En daar werken we nog steeds iedere dag aan, maar ik ben daar wel vrij positief.